Huizen worden vaak gezien als bouwwerken die erg lang mee kunnen gaan. Een stevig gebouwd en goed onderhouden huis zal inderdaad niet zo snel mankementen vertonen. Maar spelen ook andere factoren mee die de levensduur van een woning kunnen beïnvloeden? Je hebt natuurlijk, afhankelijk van de periode waarin ze gebouwd zijn, hebben ze een mate van techniek. De eisen en de techniek ontwikkelt zich nog steeds heel snel. Dan krijg je dus hoge isolatiewaardes, warmte, terugwindinstallaties, noem alles maar op wat nu gaande is. En dat in bestaande woningen nog niet geïntegreerd is. Dan komt een consument voor de keuze staan. Oké, je koopt die woning, maar ik moet echt een berg geld insteken om dus weer aan de moderne eisen te laten voldoen. Het begint straks al met de cv-ketels die nu nog bijna allemaal op gas gestookt worden. De toekomst is dat het allemaal, de gas er gewoon helemaal uitgaat. Dus dat betekent dat dus, ieder consument bepalen, is mijn woning waarvan we destijds gedacht hebben, die kan 100 jaar mee, die staat nu 20 jaar en kan die nog steeds 80 jaar mee? Kan die nog steeds 60 jaar mee? Kan die nog 20 jaar mee? Of gaan we steeds eerder zeggen, die woning is niet meer geschikt voor de moderne woonwensen, de wooneisen, en dat men eerder tot sloop en dus naar vervanging gaat. Dat is een spanningsveld dat gaat de komende jaren gaat dat gestalte krijgen. En dan, wederom zeg ik, dan komen dit soort bouwsystemen waar dus een deel van het materiaal duidelijk als materiaal herbruikbaar is, als profiel herbruikbaar is, dan komen dit soort bouwmethodiek dus duidelijk aan voordelen. De voordelen komen steeds meer in beeld. Maar het is niet alleen het hergebruik van materiaal dat voordelen oplevert. Ook zijn moderne duurzaamheidseisen makkelijker toe te passen als je bouwt met een stalen frame. De traditionele bouwsystemen gaan uit van een binnenspouwblad, dan 20 centimeter isolatie, wat dan de norm aan het worden is, met nog een buitenspouwblad. We krijgen dan gevels van gauw een halve meter dik en dan is natuurlijk de vraag, zijn de architecten, zijn bewoners, zijn er zo gelukkig mee? Het grote voordeel van ons systeem is dat je dan ook het binnenspouwblad ook kunt gaan isoleren. En dan een normale spouwisolatie en dan een buitenisolatie. Dus dan kunnen we met toch die hoge isolatiewaardes halen en tegelijkertijd toch een smallere buitengevel hebben van 30, 35 centimeter dik. En dan is het ook nog eens een buitengevel die snel in elkaar gezet kan worden. Het is een snelbouwsysteem. Werkvoorbereiding is, je kunt ervoor kiezen gewoon in je werk, op het werk zelf in elkaar te steken en het werkt gewoon ontzettend snel. En het derde voordeel is ook belangrijk vinden wij, het is ook een makkelijk bouwsysteem. Je hoeft echt geen 20 jaar timmerman te zijn en 20 jaar vakmanschap opgebouwd te hebben om hiermee te kunnen werken. Je werkt met een rivetpistool, de verbinding wordt gemaakt met een rivetpistool en dat is gewoon ontzettend snel en makkelijk toepasbaar. Het zal niet zo zijn dat vanaf morgen alle huizen op deze manier gebouwd zullen worden. Maar toch lijkt het een belangrijke stap naar duurzame woningbouw te zijn. Het moet zich nog wel verder ontwikkelen, daar zijn we ons wel bewust van. Maar zoals ik al zei, in onze optiek is het wel zeer toekomstbestendig. En de toekomst voldoet aan de wensen die de bouw aan de toekomst in de toekomst moet aan voldoen. Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht op www.aandeslagmetjehuis.nl.